Drie agrariërs met grond langs de Bergse Maas tussen Heesbeen en Doeveren hebben het initiatief genomen om windmolens te gaan plaatsen. De plannen zijn voor 3 à 4 windmolens met een tiphoogte van 210 meter. Afgelopen week viel er bij inwoners van Genderen een flyer in de bus van bezorgde inwoners aan de andere kant van het water. Aan beide kanten van de Bergse Maas zorgen de plannen voor veel protest. Wat kunnen we er tegen doen? Ik denk dat ze toch geplaatst worden, ook al zijn ze dan 210 meter hoog. Ja, of dat stoort, ik weet het nog niet. Misschien wel minder als nou, want nou hebben we toch die windslag. Nou, ik vind het niet leuk, want we moeten ze maar een plaatsen zetten waar alles dus wat meer windmolens staan. En niet dus om dus dan langs dat rijtje, wat juist zo mooi is. En dan daar dus windmolens in zetten. En dan zitten wij waarschijnlijk met die schaduw van de wieken. En het geluid als je daar langs fietst. Want dat doen we nou daar bij Waalwijk ook wel, maar dan hoor je ze wel. Dus voor de mensen die er vlakbij wonen, zal het niet zo leuk zijn. De gemeente Heusden geeft aan dat het tot nu toe alleen gaat over een onderzoeksfase. Het waren particuliere initiatiefnemers, drie agrariërs. Die hebben een ontwikkelaar in de arm genomen. Die zijn komen praten bij ons en wij hebben gezegd, op zich past het in ons beleid. Dus we zijn er niet tegen, laat ik het zo zeggen. En ga draagvlak zoeken en betrek daar onze energiecoöperatie bij. Want we vinden het ook belangrijk dat het zeg maar in coöperatief verband gebeurt. Dat er niet alleen een ontwikkelaar is die met de revenue gaat strijken, maar dat dat ook binnen de lokale gemeenschap geborgd wordt. Bent u niet bang dat ze aan de overkant van het water daar heel veel last van gaan krijgen? Nou ja, weet je, het is natuurlijk, het ligt aan de grens van de gemeente en Genderen ligt natuurlijk net aan de andere kant. Dus nee, daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. We hebben ook aangegeven, er worden nu gesprekken gevoerd met de direct omwonenden, dat is binnen 400 meter. Hè. Dan heb je het ook echt over geluid, mogelijke overlast. En de volgende fase vanuit de initiatiefnemers is dan inderdaad ook in een wijdere omtrek zeg maar de bewoners daarbij te betrekken. En daar zullen de inwoners van Genderen ook zeker bij betrokken worden. De onrust is inmiddels ook opgepikt door de politiek in Altena. CDA en VVD hebben daarvoor ook vragen gesteld aan het college. We hebben er wel wat bedenkingen bij of dit de juiste plek is voor windmolens. Het is voor Heusden en Waalwijk wel erg makkelijk om in windmolens aan de grens te zetten. Alleen wat voor Waalwijk en Heusden de grens is, is ook onze grens. En wij keken er tegenaan. En wat we hebben gedaan is vragen gesteld aan het college van Altena. Wat binnenkort ook geïnstalleerd wordt, om contact op te nemen met de collega's in Heusden en in Waalwijk. Om in ieder geval het gesprek aan te gaan of dit nou echt de juiste plek is. Wat zijn volgens jullie de alternatieven hiervoor? Nou, ons eigen standpunt over windmolens is dat je ze helemaal niet op land zou moeten plaatsen, maar de zee, dat is een goede plek. Maar als Heusden en Waalwijk er anders over denken en ze vinden een plek in hun gemeente waar Altena er geen last van heeft, hebben wij natuurlijk ook geen bezwaren tegen.